een kopje koffie ingeschonken. Dus het tweede bakkie, zullen we maar zeggen. Ja. En we gaan ons gesprek vervolgen. We hebben dus het gedeelte van de gezinssituatie eigenlijk een beetje aan bod laten komen. En nou willen we toch langzaam maar zeker naar het, jouw ambt als burgemeester gaan, Frans. Frans, gekozen voor een opleiding in het onderwijs. Eerst wethouder geworden in Bernhezen in 19, als ik het goed heb, 98. Klopt. En 3 jaar later eigenlijk al burgemeester van de gemeente Haren. Een blitzcarrière? Waar ligt toch de... Je kiest voor een beroep als onderwijzer en je komt toch uit als burgemeester van Haren. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou, ik denk dat wat dat betreft lijken wij ook wel een heel klein beetje op elkaar. Dat wij allebei van huis uit hebben meegekregen dat wat je ook doet, dan moet je A goed doen, maar B, als je capaciteit hebt, moet je ze ook inzetten voor meer dan alleen maar jezelf. Ja. Zo, Annie heeft heel veel in het verenigingsleven gedaan. Het was bij haar en het gezin ook heel gewoon om iets voor de verenigingen te doen. En dat was hetzelfde bij ons ook. Het was, als jij, we woonden in een klein dorpje en we waren dus met 13 kinderen thuis. Daarnaast mijn vader, moeder en nog 2 vrijgezelle omens, dus we waren met 17 man. En er was volgens mij niet 1 vereniging waar niemand van ons in het bestuur zat. Ja, ja. Dus wij kregen dat met de paplepel in, je moet iets doen voor de gemeenschap. En ik zeg wel eens met gekheid. Het is maar goed dat we allemaal een beetje verspreid in Nederland wonen. Want iedereen zoekt dan toch zijn territorium. Je moet toch wat kunnen doen. En toen wij terugkwamen uit Duitsland. En toen zeiden we, waar gaan we wonen? Toen hebben we gezegd, ik was daar sterker in dan Annie. Ik zei, we gaan wonen ergens in het gebied waar de krant De Gelderlander niet verschijnt. Want dan waren er een aantal broers en zussen die allemaal daar werkten. En dan moesten ze allemaal van elkaar lezen. Dus dat was, we bepaalden een cirkel waar we wilden wonen en toen is dat zo Nistelrode geworden. En besturen zat er bij ons altijd wel in en ik wilde dat ook graag. Politiek zat er ook in. Ik heb een broer, die is wethouder geweest in Bergen-op-Zoom voor de Partij van de Arbeid. Ik heb een broer die is wethouder geweest in Vierlingsbeek en Boksmeer voor het CDA. Die heeft ook in de Staten gezeten een aantal jaren. Ja. Ik heb een broer die heeft voor een lokale partij in de gemeenteraad in Gennep gezeten. Ik heb een zusje die voor een lokale partij actief geweest in Wijchen. Mm. En vroeger bij ons thuis was het altijd praten over politiek. En altijd praten over van alles en nog wat. Zodat mijn moeder zei op enig moment, ik ga naar bed, want jullie maakt toch maar ruzie. Dan maakten wij geen ruzie, maar in die felheid van 20-jarigen, laat ik het daar maar op houden, rond die leeftijd. Ja. Dan ging dat er stevig aan toe. Als je daar met een man of 15 zit en de een was van links, en sympathiseerde met de CPN, van uiterst links tot de VVD uiterst, en alles wat er tussenin zat. Ja. Dus het was bij ons altijd prijs om te discussiëren. Ja, ja. Nou, daar is eigenlijk het een beetje begonnen. En toen wij in Nistelrode terugkwamen, toen wilde ik eigenlijk wel meteen de politiek in. Maar ik werd daar directeur van de school en ik vond in zo'n kleine gemeenschap dat je dat niet beide kunt combineren. Toen was Nistelrode nog een zelfstandige gemeente. Ja, ja. Dus, en, ja precies. En dan kun je niet, vind ik, en directeur van de school zijn, want dan heb je met die ouders van leerlingen te maken. En je hebt als mogelijk wethouder met die leerlingen te maken, of die ouders te maken. Dus ik heb gewacht tot de herindeling van Bernhezen. Dat was in 94. Nou ja, gewacht. Het kwam zo. Ja. Nou ja. Ja. Het kwam zo aan. Ja, precies. En dan zie je in 94 dat er zoveel mensen uit die 3 voormalige gemeenten in die raad willen. Ja. Dat er werd om gevochten in alle partijen. Dat ik gezegd heb, ik kom over een paar jaar wel terug. En toen ben ik medio 96 ben ik bij een achterban begonnen. En toen 98 ben ik gekozen in de gemeenteraad. En toen zou een ander van onze partij, die zou wethouder worden, is hij ook geworden. Maar die kwam na 3 maanden bij mij en zei, ik heb een verkeerde keuze op zondagavond. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt, jij moet maar wethouder worden. Mm-hmm. En dus toen was ik na 2 maanden, 2 raadsvergaderingen, werd ik in 1 keer wethouder. En dat was voor toen heel ongebruikelijk om van buiten af in 1 keer wethouder te worden. Ja, ja. Nou, vervolgens bijna wethouder en dat is gewoon leuk. En dat is gezellig. En het ging goed. En na een jaar zei ik tegen iemand van, God, wat die burgemeester doet is ook wel leuk. Volgens mij kan ik het ook wel. En wil ik dat ook wel. Ja. En dan ga je eens kijken van hoe word je nou eigenlijk burgemeester? Want ik wist het gewoon niet. Hoe werkt dat nou allemaal? Ja. Weet heel veel mensen trouwens niet. Nee. Nou en nou ja, zo is het gekomen zeg maar. En dan ga je eens kijken en dan, dan ga je solliciteren. En als je dan gesolliciteerd hebt, dan moet je kijken hoe die gesprekken lopen en of dat het een beetje klikt. Zo is het gekomen. En volgens mij heeft het geklikt.
Want je wat bent, ons betreft wel. Ja, maar ik denk ook van de gemeente Haren, want anders was je niet aangesteld in die periode. Okay, dus ik ga ervan uit dat het gewoon toch een positief indruk gemaakt heeft. Want dat was de keus niet op jou gevallen. Nee, maar ik moet erbij zeggen, het ambt, hè? Ja. Dat doe je niet alleen. Nee. Want daar hebben we het vaak ook van tevoren over gehad. Ja, zeker, maar daar wil ik ook graag op terugkomen. Oké, ga je gang. Want dit wil ik ook zeer nadrukkelijk naar voren laten komen. Annie, zelf een hele bezige bij. Ik heb eens gekeken, Annie, dan kom ik op... als je Frans zegt, zeg je ook Annie, hè? Mm-hmm. Actief bij de EHBO-vereniging Lucas in Helvoort. Nee. Niet meer? Moment. Ik ben, dat is dan een misverstand. Want heb je die... Doet er niet toe. Nee, ik ben wel... gewoon als vrouw van... ben ik beschermvrouwen bij de EHBO vanwege de ontmoetingsdag. Er wordt elk jaar... Ja, maar dan vind ik toch dat je actief bent, Annie. Okay. Ook op het gebied van de EHBO. Nou, Dan zien we Annie actief als bestuurslid bij het Nederlands Rode Kruis. Ja. Afdeling Oosterwijk, Haren. Klopt. Dan kom ik jou nog tegen als student religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Foute informatie. Dan is er een dubbel gangster, Annie. Dat ben ik zeker. Ik dacht, dat is leuk. Ja, dat is het nadeel van googlen. Ja. Ja. Maar wat ik wel zeker weet, Annie, is dat jij betrokken geweest bent bij de gedenkplaats Haren. Ja, klopt. Ja. En wat me ontzettend, maar dat weet Frans en dat weet jij ook vanuit mijn achtergrond... voor de genealogie en de historie. Ja. Jij hebt samen met je zus Lies en jouw achterneef Jan van den Berg een boek gepubliceerd over mijn familie, Meulenpas. Ja. Ja, een oud geslacht. Ja, precies. Nou, als ik goed een misser, Annie, geen religiewetenschappen, maar je zou het hebben kunnen doen. Wat ik wel gedaan heb, misschien wel leuk om te vertellen. Ja. Toen wij in Duitsland woonden, daar werd Bram dus geboren toen ik met een zwanger was. En ik... ik zat dus met elk jaar eentje, dus 3 binnen 2 jaar. Ja. Zeg ik dat goed, ja? Ja. En de luiers is mooi. En Frans had natuurlijk een nieuwe job. Maar ik wilde toch nog iets voor mezelf. Voor jezelf, en toen heb ik een studie Spaans gedaan. Oké. Okay. En dat was in die tijd. En dan heb je Nistrode toen wij in toen wij in Nistrode kwamen, toen wilde ik iets met dat Spaans gaan doen. En toen ben ik jarenlang bij Philips gaan werken. Daar heb ik 17 jaar lang gewerkt. En toen ben ik ook nog in Amsterdam voor Philips gaan werken, op het hoofdbureau, want het verhuisde toen naar Amsterdam, in de Rembrandt-toren toen. En, toen werd die reis op en neer, toen dacht ik, je bent nooit te oud om te leren. Dus toen heb ik nog een opleiding maatschappelijk werk gedaan. Dat heb ik ook teruggevonden. Want wat ik nog doe is best wel een aantal zaken nog bij jeugdzorg. Ja. En wat ik ook doe is bij slachtofferhulp. Ja, dat heb ik ook teruggevonden. Vooral jongeren die dus geen goede thuissituatie hebben. Of die even. Ja. Maar goed, Annie. Sorry voor die ene misser. Kan gebeuren. Ach, religie. Het maakt niet uit. Maar wat ik zeggen wilde. Jij hebt je eigen agenda. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het enorm waardeer en respecteer. Dat jij... Ik kan me eigenlijk geen situatie voorstellen, Annie, als Frans een openbaar optreden heeft, mm-hmm. in wat voor vorm dan ook, ben jij altijd aanwezig. Mm-hmm. Ja, dat probeer ik in ieder geval wel. En we proberen ook altijd, want het is een kwestie van plannen. Het is puur een kwestie van plannen. Maar ik vind ook de job van Frans, waar ik bij mag zijn, dat zijn ook... Daar ontmoet je altijd mensen. Ja. Je leert van elkaar. Je ontmoeten is zo belangrijk in het leven. Dus ik haal daar heel veel energie ook uit. Dat kan ik me niet bij voorstellen. Het is natuurlijk van de ene kant ook heel erg boeiend. Maar toch, Annie, ik moet heel eerlijk zeggen. We nemen niet alleen afscheid van Frans als burgemeester. Mm-hmm. Maar ik vind ook dat we afscheid nemen van Annie Rommes. Als de vrouw van de burgemeester. Ja, ja. En nogmaals, mijn complimenten, Annie. En echte waardering voor het gegeven dat jij altijd aan de zijde van Frans hebt gestaan. Intern, dat laten we gewoon mooi binnenskamers. Uh-huh. Maar extern, Annie, in openbaar optredens was je er altijd. En dat vind ik echt een groot compliment waard. Nou, dankjewel, Jetty. Graag gegeven.
vast, dan komen we een klein beetje bij jouw job, jouw ambt. Ja. Bijna dan 12 jaar. In die 12 jaar is er natuurlijk enorm veel gebeurd. Ja. Je komt zo'n gemeente binnen, we hebben net een herindeling achter de rug. Ik vermoed, Frans, dat jij toch ook hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Laten we eerst maar eens beginnen met de dieptepunten, dan hebben we dat gehad. Ja, nou dat zit wel op het menselijke vlak. Ja. En daar hadden we elkaar juist ook nodig. De moeilijkste dingen om te doen als burgemeester, ik vind het belangrijk om het medeleven te tonen daar waar de dood in het spel is. En zeker wanneer het een onnatuurlijke dood is. Ja. Nou, dat heb ik te maken gehad met ongevallen uiteraard. Ja. Waar ik bij geweest ben. En dan ben ik er niet bij om te helpen, maar ik ben er wel voor de jongens van de brandweer of van de GGD of politie die daar aan het helpen zijn en die ook eens een keer hun verhaal kwijt moeten. Dus daarvoor, dat vind ik de rol van mij. Ja. Maar vervolgens, als het een onnatuurlijke dood is en het zijn inwoners van de gemeente, ga ik naar dat gezin toe of naar die familie de volgende dag of twee dagen later. Ja. En dat is het meest aangrijpende wat je kunt, wat je moet doen. En Annie die werkt bij slachtofferhulp, werkt bij als maatschappelijk werk, doet ook jeugdzorg. Dus heeft daar wat meer ervaring mee. Dus daar hebben we elkaar ook wel kunnen helpen. Ja. Altijd prettig dat je met z'n tweeën kunt. Ik ben aan de spoorlijn geboren, de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Ik heb een buurkindje onder de trein zien komen. En ik heb ons paard onder de trein zien komen. En altijd gehoopt dat ik nooit bij een treinongeval uit zou komen. Ja. En in die bijna 12 jaar, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat het toch zeker 10 tot tussen de 10 en 15 zijn waar mensen onder de trein zijn gekomen. Soms in het nieuws, vaak ook niet in het nieuws, maar nooit prettig om mee te maken. En ik heb ongelooflijk veel waardering voor mensen die er moeten helpen. Dat is het. Ik ben pas bij mijn afscheid, ik ben jaren ook voorzitter geweest van de GGD, een jaar of 6 volgens mij. En dus ook van de ambulance dienst. Ja, en heb ik onlangs nog eens een dag mee mogen gaan als stagiaire in een ambulance. Ja. We hebben daar van alles meegemaakt. Ik wil dat liever niet vertellen hier. Maar in ieder geval aangrijpend. Ik heb de dood in die wagen meegemaakt. Maar ik heb ook gezien hoe goed en hoe professioneel die mensen werken. Samenwerken met het ziekenhuis, samenwerken met elkaar. Nou, dan neem ik mijn petje diep vooraf, maar het maakt wel ongelooflijk veel indruk op jezelf, mij als persoon. Persoon. Ja. En dat is meer het trieste deel van alles. En we hebben natuurlijk in de jaren dat we hier zitten, Annie's moeder verloren. Een van de beide ooms die bij ons woonde, mijn moeder, mijn vader. Mm-hmm. Maar ook nog een nichtje. Mm-hmm. Ja. Dat is een nichtje, ja, dat is eigenlijk ook echt heel triest van een broer van Frans. Caroline, die is met een hartstilstand, maar van een broer van Frans, waar ook al eerder in 89 een andere dochter is overleden. En die is op weg naar school gefietst, geschept door een auto. Ja. En wij hebben, ik bedoel, wij hebben zelf 3 gezonde kinderen, 10 kleinkinderen. Ja. Ja. En wij nemen ze wel eens mee zo'n paar dagen op stap en dan maken wij foto's. Ja. En dan zegt je broer ook, wij hoeven geen foto's te maken, want voor wie doen we dat? Ja. Ja. Dit is maar goed, dus naast hetgeen wat je zelf meemaakt van jezelf, in de persoonlijke sfeer, word je als mens natuurlijk geconfronteerd, ook op privévlak, met het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Ja. En ja, naarmate je ouder wordt, dergelijke soort dingen beginnen toch, de waarde van het leven anders te, Dat is zo. En kijk, je moet daar professioneel aanhalingstekens mee omgaan, maar wat is dat? Het doet je altijd wat, tuurlijk. Het raakt je. En zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Ja. Kijk, toen mijn vader 98 jaar oud overleed, dan zeggen wij met z'n allen prima. Hij heeft een goed leven gehad, hij was er dik tevreden mee. Hij wilde niet per se dood, maar hij vond het ook prima dat het zover was. Ja. En dan zeg je met z'n allen van, dan drinken we een borrel op na afloop. Precies. En dat is prima. Maar als het je nichtje is van 17 jaar, dan wordt het even een anders. Ander verhaal.
Wij hebben het zelf binnen de familie ook meegemaakt. Hmm. Dus ik kan me enigszins voorstellen hoe het voelt. Ja. Ja. We stappen van de dieptepunten af. Mm-hmm. Okay. We gaan naar de hoogtepunten. Okay. Nou, Frans, graag de hoogtepunten uit jouw carrière als burgemeester. Ja. Nou, dat zijn er eigenlijk een groot aantal, maar ik vat ze liever samen onder de noemen van... Als je ziet dat er heel veel energie zit in mensen en je ziet die naar buiten komen. En of dat nou is bij het organiseren van een grote manifestatie in S, of met een bierpompfeest, of met een Helvoets Weekend, of met Rebirth, met de jongeren in Haren. Dat maakt allemaal niet uit. Nee. Emmaus, daar komen met de herfstvakantie altijd 300-400 jongeren bij elkaar om de goede dingen te doen voor de gemeenschap. Dan zeg ik, nou, dat maakt je blij. Dan zeg ik, er zit zoveel energie in mensen die iets willen doen voor de omgeving of voor het dorpsgemeenschap. Nou, prima. Nou, dat maakt je blij en dan zeg je, dat zijn de hele, hele mooie dingen. En dat je dan een keer de koning een hand mag geven of dat je dan een keer iets anders leuks mag doen, dat is hartstikke leuk. Maar de echte energie zit in de mensen zelf die je in de gemeenschap meemaakt en die je... Kijk, ik was een keer hier en bij een voetbalwedstrijd. En toen waren Deense jongens en meisjes, die waren hier vanuit het charter en die logeerden hier. En toen komt er zo'n jochie naar me toe van een jaar of 10, 12 en die zegt, burgemeester, ik speel vandaag mijn eerste Interland. Dat is toch fantastisch? Dat is toch fantastisch? Ja, maar het wordt wel georganiseerd door anderen en die hebben het ervoor over en die willen dingen doen. Ja. Als je kijkt naar hoe onze sportvereniging, hoe onze muziekvereniging, hoe die werken, nou dan neem je een beetje de diep vooraf. Daarom vind ik het ook belangrijk om daar te zijn. En dat zijn hoogtepunten als je ziet... Het hoeft niet mijn feestje te zijn, het is hun feestje. En dan hoort die ambtsketen daarbij en daar hang ik dan toevallig aan vast. En dan ben je er. He, maar het is wel de kracht van de vereniging, van de organisatie die dat doet. Als ik kijk in de maand augustus, september, wat hebben we niet allemaal? Heel veel outdoor, het Jeu de Boele in S, de Bizemoorderse Dag. Wat hadden we nog meer? De fietstocht in de rijen toch? De fietstocht, ja. Frans, als ik het samenvat, mag ik dan stellen dat dus eigenlijk de energie, het enthousiasme, het gedreven zijn van de mensen in de gemeenschap Haren jou geïnspireerd hebben in jouw ambt? Absoluut. Absoluut. Kijk, en daar zitten ook dingen bij die tegenvallen. Dat wij in Haren en in Helvoort op dit moment... het verzorgingshuis tegen de grond hebben liggen, dat vind ik heel pijnlijk. Want die mensen verdienen het om in die gemeenschap te blijven. Ja. En je kunt niet alles naar buiten brengen wat je er met als college, als raad aan gedaan hebt, om dat voor elkaar te krijgen. En ik vind het heel triest dat ik weet nog in het eerste interview wat ik ooit gaf hier in de gemeente Haren, daar werd gezegd door mij, op aandringen van de directeur, van binnen het jaar gaan we de eerste schop in de grond. Ja, dat moet dus nog gebeuren. Ja, ja. En daar baal ik wel van. Ja. Ik vind dat geen verdienste, ik vind dat vervelend. Ja. Die mensen verdienen het niet. En die energie die moeten we nog meer losmaken om ook die mensen weer de kans te geven, de plaats te geven. Die ze eigenlijk verdienen. Die ze absoluut verdienen. Kijk, en we zien in S dat daar staan die aanleunwoningen bij het zorgcentrum. Ja. Nou, dat is een fantastisch, complex. Ja. Het is niet groot, maar de mensen kunnen er blijven, welk stadium ze ook zijn. Ja. Ik bedoel, want het kan jou en mij en het kan iedereen gebeuren. Ja. Ik zeg altijd, het is ons voorland. Hè? Ja, precies. Dus, ik kom er elke 14 dagen en dan ga ik zingen met de bejaarden. Uh-huh. En dan denk ik daar dikwijls aan terug, dat dan denk ik van, inderdaad, dit is ons voorland. Ja. Mm-hmm. Ja. Frans, in oktober wordt er gestopt. Je legt je ambt neer. Ja. Je bent in het verleden geconfronteerd met een ernstige ziekte. Heeft die een rol gespeeld bij de keuze die je nu maakt om je ambt neer te leggen? Nou, als ik zeg nee, dan is het niet helemaal waar. En als ik zeg ja, is het ook niet helemaal waar. Wat is dat je... Mijn tweede termijn loopt af in december. Dan ben ik er 12 jaar op. Dan moet ik kiezen of ik nog doorga of niet voor een volgende periode. Er moet weer een heel traject worden opgestart. Ja. En toen ik vorig jaar of anderhalf jaar geleden ziek was, dan ga je eens nadenken, wat biedt het leven allemaal? Want ik heb nog steeds lol in mijn werk. Ik ga nog geen dag met tegenzin ernaartoe. Maar dan zeg je wel van, hey, misschien is het toch goed voor jezelf om eens nog wat andere dingen te doen. En misschien is het ook goed voor de gemeenschap dat er weer eens een frisse wind komt. Want hoe je het ook bent of verkeerd, je hebt een bepaalde visie, een bepaalde blik en je doet bepaalde dingen. En dan zullen mensen blij mee zijn en anderen zullen er minder blij mee zijn. Nou, dan is het goed dat dat ook weer een keer verfrist en verjongd wordt. En vandaar dat alles bij elkaar, je gaat anders denken, anders kijken naar het leven.
als je ziek bent geweest. Dat geloof ik, zonder meer. En dus is er absoluut invloed geweest op het stoppen. Maar is het dé oorzaak? Nee. Nee. Snap je? Dat is een beetje... Ja, ik begrijp heel goed. Ja. Eén keer is goed met twee benen op de grond staan. Mm-hmm. Geconfronteerd worden met van, hé jongens, waar staan we? Ja. En wat biedt het leven ons? En wat kan het leven ons nog bieden? En aan de andere kant vind ik het bestuurlijk gezien, na 12 jaar, prima dat er eens een frisse wind komt door de hele gemeenschap. Je ziet ook dat nu met de hele discussie over krachtig bestuur Brabant en hoe sterk ben je en wat kun je zelf wel en wel niet. Ja. Dat is een fantastisch interessant traject om te doen. Ja. Maar dat gaat een jaar of wat duren. Nou, dat wil ik niet meer zo lang. Nee. Ik kan me voorstellen. En dat 7 dagen in de week, 24 uur per dag, want als vannacht om 3 uur iemand psychiatrisch doorslaat en ik moet een handtekening zetten, moet ik wel mijn bed uit. En dat kan zaterdagavond ook zijn en ik kan zondag en morgen en altijd. En 7 dagen in de week, 24 uur per dag beschikbaar zijn, dat ophoudt. Vind ik prima. Prima. Het is geen job van 8 tot 's avonds. Nee. Prima, Frans. We gaan eens lekker aan de borrel. Ik vind dat we die verdiend hebben op dit moment. Oké, gaan we doen. Mooi. We ruimen de koffiekopjes op. Wat willen jullie drinken? Rode wijn, witte wijn? Is er ook rosé? Die heb ik niet meegebracht. Ik kan vragen of onze gastvrouw... Nee, dan witte wijn. Wit wijntje? Ja. Doen we allebei witte wijn. Witte wijn. Oké, dan ruimen we dit even op en dan gaan we over naar de borrel. Is goed. Oké.